Een tijdje geleden stond ik in een Amsterdams café met wat vrienden van mij gewoon een biertje te drinken en we hadden een beetje discussie. Want het was de dag dat Johan Derksen, de hoofdredacteur van Voetbal International, die was met de dood bedreigd. En nou, daar hadden we het een beetje over en toen... Als hij naar Tilburg zou gaan, dan zou hij worden doodgeschoten. Dat was het verhaal. En toen stonden we zo'n beetje over te praten. En toen zei een van de jongens, die zei tegen mij van wat vind jij daar dan van, Joep? Ik zei, ja, verschrikkelijk. Ik bedoel, we gaan allemaal een keer dood, maar Tilburg is wel een keuze. En toen zei die vriend, die zei, weet je, ik begin dus steeds een grotere hekel aan jou te krijgen. Dat je alles wat we serieus willen bespreken, dan geef je een soort cabareteske wending aan. Een soort beroepsdeformatie van nu ook weer. En het is toch verschrikkelijk. Er wordt iemand in 2008 gewoon met de dood bedreigd. En zegt, jij hebt ook een bekende kop, maar jij was met de dood bedreigd. Ik ben nou alleen thuis. En toen kwamen we een beetje zo in gesprek. Ik zeg, ja, maar luister, je moet het ook weer niet al te serieus nemen. Want op het ogenblik zit heel Nederland elkaar met de dood te bedreigen op het internet. Allemaal mislukte puntlassers en overwerkte ambten. Nou, dat kan er niet, maar goed, allemaal mensen. Die zitten, dan heeft Ajax van PSV gewonnen. Marco van Basten moet dood. En het Ajax van AZ verloren. Marco van Basten moet dood. Of Huntelaar moet oprotten. Nou, dan gaat hij weer terugkomen. Weet je, het is alleen maar gekte. En zei me tegen mij, maar... Of ik dan wel eens bedreigd werd met de dood. Nou, ik zal heel eerlijk zijn, heel af en toe komt er bij mij zo'n mailtje binnen en dan staat er, Joep moet dood. En dan staat dood vaak met DT, want dan is het altijd goed, weet je wel. Dan stuur ik vaak weer een mailtje terug van 1 fout en 9, maar het zijn geen lachenbekjes aan wie het stuurt. Maar toen zei iemand laatst tegen mij, ben je nou nooit bang dat er op een dag iemand opstaat in een van de theaters waar je speelt? En het is gewoon mooi geweest wat je schrijft, wat je allemaal vertelt. We pakken je. En zei ik, nee, daar ben ik niet bang voor. Dan zou ik ook uitleggen waarom ik niet bang ben. Omdat laatst heb ik zo iemand op televisie gezien, die had Femke Halsema met de dood bedreigd. En dat had hij ook anoniem gedaan, want ze kunnen het alleen maar anoniem, anders durven ze niet. En dat die vergozer was toen uitgeplukt uit het internet. En die kwam in beeld, ik geloof bij Nova, daar ben ik niet eens meer zeker. En dat was een mannetje, zo'n soort lulletje, roze waterman, die nog niet eens in een reclame van Lene.nl had mogen meedoen, weet je. Hij had ook nog iets anders, hij had nog een baantje erbij, hij werkte bij Rover. Kent u Rover? Dat is een clubje van mensen die elke dag in de trein zitten. Dus je zit elke dag in de trein, dan heb je al een leuk leven. En dan maak je daar nog een vereniging van. Nou, dan is het echt. Dan is je leven echt gelukt, zou ik maar zeggen. Hè? De rover wil, geloof ik, de rijdende rechter als machinist. Dat is geloof ik wat ze willen. Zullen we trouwens op oudejaarsavond heel even over de rijdende rechter hebben? Dat is zo mijn absolute favoriete cowboy van de NCRV. Kent u hem allemaal met die hoed van plasterk op en die eigen camper? Ja? De rijdende rechter is altijd zo blij als hij op televisie is. Hij heeft altijd een kleine erectie. Moet je maar eens kijken. Kijk. Als ze zeggen rijdende rechter, de camera loopt, ping, en dan komt hij. En dan gaat hij altijd bemiddelen bij burenruzies. En ook vaak boerenruzies. En dat is ontzettend geestig. En het speelt zich altijd een beetje af in dit soort contraien. U verstaat ze wel, zou ik maar zeggen. Jawel. Jawel, het is altijd een beetje zonder ondertiteling kom je er niet uit. Dan wonen er twee boeren naast elkaar. En die een heeft 60 blunder die kant uit. En de andere heeft 80 voetbalvelden die kant uit. Maar dan hebben ze ook een klein probleempje. De hoogte van de heg. De hoogte van de heg. En dan ping, komt er een rechter. En dan heb je hier die heg en dan staat hier die ene boer en die andere boer die staat daar. En dan zit die, zo meneer, wat is er aan de hand? Ja, de heg is te hoog. Zegt hij, ja, maar kunt u dat een beetje expliceren? Nee, maar ik kan het wel uitleggen. Kijk, luister. Toen week wij wonen, toen woonde hij hier nog niet. En daar hadden we gewoon een leuk heggetje en dan konden we kieken wat we kieken wilden. Maar helemaal niks na. Maar toen zei ik, kom wonen en brrr, ging het heggetje omhoog. Toen zei ik op een gegeven moment, hé, buurman, zal ik even schaatje pakken? Heggetje, nu, dat hoeft er dan niet. Ik zei, nu, dat hoeft er dan niet. Nu, dat heggetje maar is wel hoog genoeg. Ik zei, dat heggetje is wel hoog genoeg. Ik wil kieken wat ik kieken kan. En ik kan die kant uit kieken en ik kan die kant uit kieken en ik kan die kant uit kieken. En ik wil die kant ook uit kunnen kieken. Nou, zit er een rechter, ik geloof dat ik het wel snap. Die gaat naar de andere kant, ping, en zegt hij... En zegt hij tegen die buurman, zegt hij van... buurman, waarom is die heg zo hoog? Ja, omdat hij een heel lelijk wijf heeft. Ja, die heg kan niet hoog genoeg zijn. Als je die zeekoe ziet grazen, man, doen we niks meer maken. En ze ruft ook nog met die stotterende bek, ik wil niks meer maken. Ik denk dat ik ook nog een hele rij populieren voor zet, hè, maar. Ik ben al in Berlijn geweest om te kijken of ze nog een oud stukje muur over hadden, ja? En dan gaat de rijdende rechter het opmeten, ping, gaat hij opmeten. Het is zo'n grappig programma.
En volgens mij vat je ook heel Nederland samen in de rijdende rechter. Ik denk dat de rijdende rechter moet eigenlijk verplicht gesteld worden in de inburgeringscursus. Dat als er hier eentje asiel komt zoeken, dat je zegt alles goed. Terwijl je kijkt eerst naar de rijdende rechter. Het is een grote kans dat hij daarna zegt, nou, ik ga toch nog even één landje verderop. Dat België schijnt politiek nogal stabiel te zijn. Maar dan blijft wel de vraag of ik bang ben voor mensen die mij bedreigen via het internet. Ik zeg keihard op de televisie, het doet mij helemaal niets.